Oké, daar gaan we. Hij pakt hem nu net niet, hè? En dan gaan we hier zo boven. En daar heb je de brug. En kijk, daar heb je een kasteel. Net is er een conducteur naartoe gelopen. Hij heeft de tickets. Daar waren we net achter Arlen. Ja, ga nooit en maar dan ook nooit in je leven steppen hier bij Lime. Ik heb geld betaald. Maar... Goedemorgen dames en heren, welkom weer terug bij deze nieuwe vlog. Vandaag gaan we iets knettergeks doen, echt het gekste wat ik ooit heb gedaan. We gaan een dag naar Luxemburg. Ja, echt heel knettergek. Mijn stem is wel een beetje kapot, zoals jullie waarschijnlijk horen, maar ik ben een beetje verkouden. Maar ik heb geen corona, dus dat scheelt. Het is nu 5:30, nog ineens voor 5:30. Ik ga met 2 vrienden, maar die zitten in de trein. Alleen het weer is wel een beetje kut, maar het is wel lekker rustig, dus dat scheelt ook wel weer. En we gaan straks even naar Luxemburg toe. Hoe of wat? Dat zullen we straks. We gaan echt een hele rondtrip maar doen. We zijn pas vannacht weer thuis waarschijnlijk. Want Luxemburg is best wel ver. Dus veel kijkplezier en tot zo. Ik ga naar het station. En dat was het weer voor vandaag. Weg gaan. Weer richting het perron. We hebben alleen al spoorwijziging. Maar we zijn echt vaak bijna niet te vroeg. Dus dat schat wel heel veel. De rest zit allemaal zo in de trein. De andere twee die meegaan. Ja, het is vermoeiend. Ik ben wel een beetje moe. Ik heb echt vannacht maar 3 uur geslapen. Ik was iets lang doorgaan, maar ja. Ik zit echt in Rotterdam pakken. 4 minuten hebben we nog. Dus als we nu gewoon lekker rustig die kant op lopen, dan komt het goed. En daar gaan we. Het station binnen. Zo. Het is wel echt heel koud. En het is gewoon slecht weer. Kijk, het is gewoon helemaal nat hier. Maar we zijn wel binnen. En dan gaan we zo officieel met de trein richting... Nee, ik heb eigenlijk nog niet geschreven. Oh ja, wacht, dat heb ik al wel gezegd. We gaan naar Luxemburg. We gaan een dag naar Luxemburg en vanavond zijn we weer terug. Superleuk. Vannacht eigenlijk meer. We gaan eerst naar Utrecht. Daarna gaan we naar Maastricht. Dan gaan we naar Luik, Luxemburg. We moeten nog een stuk met de bus en zo. En uiteindelijk gaan we in Brussel gaan we naar Antwerpen. Dus het wordt een hele lange vlog, omdat heel veel wordt gedaan. Maar ja, ik hoop dat jullie het leuk vinden. En daar is de trein. Het is een mooie dubbeldekker, lekker 's ochtends. Ik weet wel dat ze bovenin zaten. Ik weet waarmee ik zo wegga. Maar ik weet alleen niet waar. Ja, dat is wel echt super nice. Nou ja, maakt niet uit. En ik heb gevraagd om een coupé tussen de tweede en de eerste klas, omdat het voor mij chillen. Hier zit er zo. Lijkt mensen. Ja, goedemorgen allemaal. We hebben de trein gehad, maar we moeten ook nog even weten waar ze zitten. We hebben het gehad. Wat? Oh, we hebben echt trein heen en weer gelopen, echt drama. En jongens, we zijn in Utrecht. Nou, en oeps. Eerste overstap. Ik ben alleen maar echt heel erg moe. Want ja, ik heb vannacht maar 3 uur geslapen. Maar we gaan even naar de Albert Heijn, want die is om 7 uur open en het is 7:10. Dus ga je zitten met de Albert Heijn even wat eten en wat drinken als ik een beetje energie krijg, want we moeten hierna nog 2 uur in de trein naar Maastricht. Dus zin in. Nou, daar is de Albert Heijn. Maar het voordeel is om 7 uur, dan is hij open, dus we kunnen als goed eten halen. Okay. En drinken, dat is het voordeel van de stad. Maar ja, dit is de Albert Heijn. Zo, en we moeten naar spoor 18, dus helemaal aan de andere kant. We hebben nog een paar minuten en ik wil even zitten, dus we hebben nog iets minder tijd. Maar we zijn naar de Albert Heijn geweest, dus dat scheelt.
We zitten in de trein. Alleen ik zit even te kijken. Oh, naar een goede coupé, naar een goede plek. Oh, hier kunnen we zitten. Nou, gaan we hier zo zitten. Nou, we zitten in de coupé, we zitten in de trein. We rijden nu net weg uit Utrecht. Echt fucking moe. We hebben net even wat eten en drink gehad. Nou, we moeten hier 2 uur in zitten. Dus over 2 uur hebben we waarschijnlijk weer iets dorst. Maar ik heb een colaatje en een reep chocola. Dus over 2 uur heb ik waarschijnlijk weer honger en dorst. Maar we moeten even kijken in Maastricht. Anders gaan we in Luik even naar de winkel. Want in Maastricht hebben we minder oogsttijd en Albert Heijn is minder ver. Of ja, die is wat verder. Maar we gaan zo richting Maastricht. En daar heb je heel veel zin in. Nou jongens, we zijn in Maastricht. Om 9:30 al. Het is echt wel een vertering vroeg. Oh, dan gaat de andere trein. Goedemorgen Maastricht. Ik ben een beetje moe. Een beetje last van mijn stem. Maar we gaan even waarschijnlijk even eten halen. En ik heb hier de tickets naar België. Dus we gaan zo meteen naar België toe. Alleen hebben we een paar minuten dat we een beetje zwart reizen. Vooral als we de grens over gaan. Omdat we met studenten en al dat soort dingen zitten. Maar we hopen dat het lukt. En, maar ze mogen je toch niet in Nederland aanhouden. Dus groot. Dus we gaan naar België toe. En daar staat de Belgische trein waar we zo in moeten die linken. Oh. Oh, we gaan met hier naar links. Oké. Wat een gezelligheid. We gaan nu zo naar België toe. En ik kan het benieuwen, daar heb je de Duitse trein en zo. Tarifa. Oh ja. Zo. Nou, op naar België. Oké, hij gaat voor het eerst naar België. En hij gaat nu zo. Hij gaat ook voor het eerst die trein in. Vorige keer heb je hem alleen van buiten gezien. Nu gaan we ook van binnen bekijken. Echt, ik zou een duwtje. Wat jij. Krijgt die. Hey, je moet duwen. Duwen? Nee, nee, of. Oh, hè? Oh, hij is gewoon kapot. Oké, ja, nou, wat vind je ervan? Ik vind die bank wel chill, man. Een machtig chill? Vind je dit chill? Ik vind die bank wel chill, maar ja. Ik vind die bank echt kut. Nee. Nee, ik vind het ook wel een beetje. Ik vind het echt. Kijk, het enige voordeel van deze trein is. Oh, deze raam doet het niet. Nou, normaal gaan die ramen open. Oké. Maar deze doet het niet. Hier hebben wij een station. En jij vindt de trein heel depressief. Ja, deze trein is depressief. Het zit gewoon echt letterlijk zwart met wit. En ja, het is eigenlijk gewoon helemaal niks. Maar ik heb wel heel veel zin om naar België te gaan. Het is 10 minuten met de trein, dan zijn we bij de grens. En we gaan straks via het zuidelijkste station van Nederland en het kleinste station van Nederland. Pas echt letterlijk net 3 stellen in. Dat is een leuk feitje. Maar ja, dat laat ik je zo zien. En daar gaat de trein. We zijn dicht. Dus we moeten nu officieel. Gaan we met deze trein naar Luik. De volgende haltes zijn Maastricht-Randwijk, Eijsden, Wezet. Ik weet wel echt dat je in Limburg bent hoor. Ja, dat klopt. Je bent er wel echt achter dat je in Limburg bent. Ja. Maar. Ja, helaas gaat het raampje niet open. Het zit op een of andere manier dicht met nu. Dat is wel jammer. Normaal ging die altijd eerder open. Want tenminste, als je één keer toen ik in Antwerpen ging met de trein, dat staat ook op YouTube. Moet je even vlog kijken. Dan ging die toen ook open. Maar ja. We rijden nu net uit het Maastricht. En over 33 minuten zijn we in Luik. En jongens, dit is het zuidelijkste station van Nederland. Over 4 minuten is het zover. Dan reis jij voor het eerst België binnen. Ja. Thanks. Het station Eijsden. En ja, het is een van de kleinste stations van Nederland. Het is hier wel wat drukker. Trouwens ook het kleinste en het zuidelijkste. En de treinen rijden hier links. Dat heb je ook niet normaal. Maar over 4 minuten zijn we in België. Oh nee. We kunnen niet meer terug. De deuren gaan dicht. Nu moet jij in België zijn geweest. Oeh, kijk die. Vrijwillig naar België. Nooit dat deze dag zag. Nee. Nee, ik ook niet. Ik wist ook gewoon niet zo snel in onze vriendschap. Nee. Wij kennen elkaar 1,5 jaar. Ja. En wij zijn nu 1,5 jaar vrienden. En we hebben gelijk na 1,5 jaar. Ik heb nooit verwacht dat we zo snel in onze vriendschap naar België zouden gaan. En Luxemburg ook. Nee, precies. Nee.
Oké, daar gaan we nu. Ik zit op twee telefoons te kijken wanneer we in België zijn. Dit is een mooi uitzicht. Oké, en dat is de laatste meter. Ja, dat valt een beetje tegen hoor. Ja, even kijken, volgens mij. Ik zie nog geen heuvels. Nee, kijk, dit is de grens. Kijk, daar zie ik het bordje België staan. Daar, heel ver inzoomen. Daar staat het, België. Oh nee. Oké, okay, oh ja, daar staat het bordje Nederland. Oh ja, dat is wel echt chill dat nu een andere trein voor staat. 3, 2, 1. We zijn in België. Je hebt voor het eerst nu in België. Ja. Oh, ja. Oké, okay, leuk. Oké, okay, we hadden echt wel geluk, want die conducteur die staat hier. En we zijn nu in Vize. En we hebben, vanaf hier hebben wij het ticket. Vanaf Vize. Want we hadden eigenlijk 4 minuten moeten zwart rijden. Ik wil niemand niet hard, want anders. Dus eigenlijk hebben we nu best wel geluk. Moet ik vooral zeggen. Ja. Ja. Nee, maar. Nee, het is. We reizen nu wel weer gewoon goed. Dus. Nou, en we zijn nu. Ja. Het is echt gelijk weer heel anders. Maar geniet nog even van de beauty shots. We zijn bijna in Luik. Over 20 minuten ongeveer. Nou, oh, Pascal, daar ga je voor het eerst de Belgische bodem aanraken. Ups. Zo, we zijn in België. Pascal, wat is je eerste indruk? Wat een scheidsoort. Nou, precies, we kunnen die kant best op, denk ik. Daar heb je politie en zo. Dus, en, dit ziet er wel vet uit. Nou, we gaan even. We hebben 3 kwartier overstaptijd hier, want daarna moeten we de trein in Clairefoux pakken. En ja, maar we moeten even kijken precies waar wij dan in moeten stappen. Maar we hebben 3 kwartier overstapt, dus we gaan nog even Luik in en daarna gaan we naar Luxemburg. Nou, dan gaan nu de roltrap af en gaan we Luik in. Holy shit. Nou, we zijn in Luik, maar ja, ze moesten heel die wc hier bijvoorbeeld. Dat duurt echt eeuwen voordat iemand klaar is. Voordat iedereen die diarree of zo. Ja, ik ga niks noemen hoor. Ik zal maar niet zeggen wat er is gebeurd. Kijk, Liège together. Maar we gaan zo even. Wij twee gaan zo even stepjuren en dan gaan wij even de stad snel verkennen. Oké, okay, jongens, we zijn weg. Oh. Kijk. Sla links af. Oh, maar echt, dan gaat ze nog aan. Ik heb niks gefilmd van de stem. Oké. Okay. Oh, je weet nog. Ja, nee, maar wat ook. Maar de wc was gewoon zo bezet, dus we hadden niet echt veel tijd om Luik in te gaan. We hebben wel een beetje Luik gezien, toch? Ja. Ja, een beetje. Wij hebben een step geregeld. Op een gegeven moment zei ik tegen Pascal, we waren bij het park. We zijn net wat te ver. We zijn net wat te ver gegaan. Ja, maar. En op een gegeven moment kwamen we bij het park uit. En toen. We zijn dan naar het rijden, joh. Ja, op een gegeven moment waren we bij het park. En toen op een gegeven moment. Loop naar het noordwesten op boulevard in. Daar karrelt ook nog maar door. Oké, okay, op een gegeven moment waren we bij het park. En toen zei ik tegen Pascal, nou, we moeten echt even omkeren. Dus ik zat te kijken naar een omkeerroute. Google Maps gaf in één keer een hele andere route aan. Dus op een gegeven moment ben ik echt ergens rechts gegaan. Ik heb. Je wil niet weten hoe we hebben gereden. Echt tegen het verkeer in. We hebben echt tegen het verkeer in gereden. Ik ben gewoon, ik denk 3 keer bijna aangereden. Ging het bij jou wel goed? Jawel. Jij reed echt 300 meter achter mij of zo. Nee, voor mij. Nou, hij reed wel een stuk achter mij, je hoorde me niet meer. Nee, op een bepaald moment niet, nee maar. Nee. Hij heeft zeker zo'n beetje zo. Ik ben helemaal paar auto's die naar me toe. Ja, bij mij ook. Grappig. Echt gewoon de rood of weet ik veel. Op een gegeven moment, toen kwamen we hier. Het was 11:05. En ik zette die step in een no parking area. Wat niet de bedoeling was schijnbaar. Dus wij moesten in één keer naar zo'n parking area. Toen zei ik tegen die andere die niet op de stem was, die moest even lopen. Ernaartoe. En die, toen zei hij, toen hebben we hem daar, of tenminste toen is hij naar boven gelopen. Maar ik dacht, wat de fuck doe jij? Dus het is helemaal verkeerd gelopen en miscommunicatie.
begin zijn we heel hard gaan rennen. Ik zei spoor 5. Ik zag de trein naar Luxemburg staan. Wij liepen die roltrap af, hè? Ja. Nou ja, jij en ik, of jij liep wat achter. Op een gegeven moment, ik riep die man zo, monsieur, monsieur, monsieur. En op een gegeven moment, want hij fluitte al en die deuren gingen dicht. En zijn deur stond nog open. Oh, nice. Op een gegeven moment zijn we echt net naar binnen gerend. En toen dacht ik even nog even in de deuropening staan om te wachten op jou. Nou, uiteindelijk heb je jou gelukkig ook gehaald. Gelukkig. Ja, maar we zitten nu in de trein richting Luxemburg, naar heel veel gestresst. Dit is een van de mooiste treintrajecten van de Benelux. Dus jullie zien wel even wat beelden her en der. Ik ga nog even wat filmen en dan zien we jullie straks in Clairefoucs in Luxemburg. Nog even een korte treinreview, hier heb je de wc. Hier ben ik, hallo. Nog een keer spiegel, dit is wel een goede wc. Knopjes, dit is echt precies zoals in Nederland. En ja, alles staat vooral in het Frans hier. Zo. En dit is de trein hier. Hier is nog een apart schermpje. Nog een ander. En ik wil even kijken wat. Kijk, dit zijn de meeste reclames hier. Dus dat je niet mag vapen. En... Maar ik spreek eerst geen Frans. Nou, het volgende verhaal is Koe. Zo heet het. En ik zit even te kijken of ik de. Oh, hier. En we moeten uiteindelijk nog eentje verder. Dit is trouwens het uitzicht. Aan de andere kant het uitzicht. Nou ja, en dat is het eigenlijk. We moeten in Clairefoucs eruit. Maar staat hier dat hij naar Luxemburg gaat? Maar eigenlijk gaat het niet verder dan Luxemburg. Dat heeft te maken wegens een storing of werkzaamheden. En dus ja, dat heeft vooral de reden. En dit maakt wel weer iets Nederlands. En de conducteur die ons net controleerde was ook Nederlands. Dat is heel leuk. Oh ja, kijk, zo werken de kabels hier. Ik heb alles laat op, maar ik had geen zin om heel veel te doen. Maar zo werkt het. We zijn in Goofy. Dit is de halte, grenshalte voor Luxemburg. Goofy heet het. We hebben weer even geen ticket, maar in Luxemburg is straks al het OV gratis, dus dat scheelt. En voor jou, jij gaat voor het eerst Luxemburg in. Je kan niet meer terug zo. Ja. Gewoon even twee nieuwe landen voor jou bezocht. Ja, maar ja, ik heb het liever in België. Heb je liever België dan Luxemburg? Nee, ik heb liever Luxemburg dan België. Ja, dat geloof ik graag. Ja, ik vind Luxemburg... Ja, ik vond België trouwens ook wel leuk. De Ardennen vind ik ook wel leuk. Ja, België. Ja, van mooi, maar ja. Je hebt het wel mooier... Ja, je denkt nu wel... Liever Luxemburg eigenlijk. Kijk, de conducteur stapt hier ook uit. Ja, dat is niet zo klaar mee. Maar ja, het OV is gewoon straks gratis. Dus ja, en hij kan ons nu toch niet meer. Dus ja, we worden sowieso nu niet gecontroleerd. Dus dat scheelt. Maar nog even een paar minuten wachten. En dan gaan we de laatste twee haltes op. En dan rijden we weg. We gaan nu naar Luxemburg. Alle OV-mensen zijn eruit. We zijn in Goofy. Goof, geen idee. En we gaan naar Crossfax. We zijn over een paar minuten in Luxemburg als het goed is. Oké, daar gaan we. Hij pakt hem nu net niet, hè? Komt wel. Beweegt hij wel? Ik weet niet.
Ja, wij moeten even zoeken. Oh, we zijn in Luxemburg. Oh nee, we zijn op de grens. Ja, we zijn in Luxemburg. Luxemburg, jongens. Ja. Wat vind je van Luxemburg, eerste indruk? Nog geen eerste indruk. Nee, het is zo als België. Precies. Maar we zijn in Luxemburg. Nog mijn handjes. Nog even met de trein en dan, zijn we, en dan moeten we met de bus een stukje. Maar het wordt leuk. Oké, we zijn in Luxemburg. No. Jouw eerste stap straks op Luxemburgse bodem. Oh nee. Net zoals Belgische. Wil je het nog wel aan of zullen we weer terug? Ja. Oh, daar gaat-ie. Ja, ik heb alles, hè? Daar gaan we. Oké, we zijn in Luxemburg. Wel heel apart dat ik gratis heb. Dat ik zonder kaartje in de trein zit. En dat mag gewoon. Gewoon zonder ticket reizen met de trein. Huh? Ja, het voelt gewoon echt heel apart. Volgens mij kunnen we deze bus pakken. Denk ik. Die trein gaat weer terug naar Liège. Maar we zijn in Luxemburg. We gaan het zien. Dames en heren, we zijn in Luxemburg. Maar ik heb geen idee waar we heen moeten. Dat kun je wel vragen. Kautenbach? Ja. Dat is die? Ja, kom. Oké, dank je. Ja, we gaan gewoon lekker een busje in. Oh kijk, we kunnen ook wel even achterin zitten. Kunnen we lekker met z'n allen naast elkaar? Nou, mooi hè. Heel gezellig. Nou, we zijn net in Luxemburg. Wat een feest is het hier, jongens. Even een beetje vreten, jongen. Zo, B-ruimte is hier niet echt al te veel. Dus je merkt wel dat OV gratis is. Maar het is wel een feest. En we rijden weg. Het zijn wel kleine bussen, moet hier 35 minuten in zitten en dan nog 3 kwartier met de trein. En dan zijn we in de hoofdstad Luxemburg. Ja. Maar het zijn wel hele aparte bussen. Maar we gaan nog even lekker genieten van het uitzicht, Haspelbochten en alles. En we zien het wel. Oké, we zitten nu in de bus, maar we hebben echt vet veel Haspelbochten. Kijk, daar hebben we er weer eentje. Oh mijn god. Maar Pascal vindt dat best wel bijzonder, want ja, hij zit echt de hele route te filmen. Ja, wel. En de Haspelbochten. Maar ja, dit is wel een aparte belevenis. Ja. Wel apart, want ze hebben vanochtend 17:15 vertrokken, 17:30. En we zijn, het is nu bijna 14:45 en we zijn, nou, of nog... Het is nu 12:15 en we zijn nog ineens. We zijn er over een uur pas. Ja, ja, ja. Oeps, we hebben er weer eentje. Oh. En daar beneden heb je straks station. Ja, die zagen we net, maar nu niet meer. En dan daar had je echt station. En dan gaan we zo met de trein naar Luxemburg toe. Nou, daar gaan we. Dank je. Ciao, Messi. Zo jongens, we zijn nu in Kautenbach. We hebben de hele busrit overleefd. Ik ben wel een beetje zweverig van al deze verbochten. Kijk, en we gaan nu zo de trein in. Dat is de trein. Ja, dit is een hoge snelheidstrein in Luxemburg. Maar ja, dat is het. Ja, dit is de trein. Oké, nou erin. Ja. Hups, oh wat luxe. Kijk. Hups. Hoi ho! En we gaan nu zo richting Luxemburg, de stad, wat in de trein. Oké, dat was de deur. Het zijn best wel chique deuren, dat er een ding in één keer in en uit klapt, what the fuck? Dat zie je niet vaak. De treinen in Luxemburg zijn echt goed. Ja, dat valt mee. Nee. Oh, jezus. Zo fucking mis. Maar we hebben volgens mij geen stopcontact helaas, maar nee, alsnog, ja, ik vind dit wel echt een pluspunt. Deze treinen zijn echt goed.
Nou, we hebben zo lekker het uitzicht. En we moeten nog 3 kwartier met de trein. En dan zijn we in Luxemburgstad. Nou ja, en ja. Dat is niet volgens mij onze trein. Maar die vecht over 3 minuten zijn we. Nou ja, we gaan het zien. Oké, dit is de eerste klas. Oh, de deur moet wel open kunnen. Ze hebben een deur. Ja, ze hebben een deur. Kijk, de bankjes. Gaan we even kijken hoe ze zitten. Klein beetje lekker, maar niet heel veel. Volgens mij heb je meer beenruimte hier. Dat is vooral. En ja, voor de rest. Ja, nou vind ik dat ze hier geen stopcontacten hebben. Maar voor de rest, Luxemburgse treinen. Ik vind ze vergeleken Belgische treinen wel goed. Dus ja, maar ja, dat. Het zijn goed, hè? Goed gekeurd. Ja hoor. Mooi zo. Kijk, je hebt gewoon zo'n knop. Daarmee gaat hij open. Oh, nu gaat hij dicht. En nu doe je hem weer open. En normaal gaat deze dan ook, maar die kan je dan ook met die knop open doen. Oh! En dan komt een andere trein aan. Zo'n die rekjes. Maar we gaan hem gauw zitten, want voordat die trein gaat rijden. Want anders, ja. En we rijden weg. Beenruimte is wel minder. Papa trein. Voilà. Hallo. Hallo. Beenruimte is wel minder, maar we kunnen wel dit doen. Dat is wel echt het voordeel. En er lopen gewoon conducteurs rond, zonder dat je gecontroleerd wordt. Dus dat is ook wel chill. En ja, dus dat. Wel prima. En nu nog even naar Luxemburg. 3 kwartier met de trein en we zijn er zo. We gaan nu de tunnel in. Hoeps. Oké, we zijn in Luxemburg, jongens. Let's go. Nou, en dan gaan we. Officieel. Oh, hij blijft maar doorrijden. Natuurlijk. Nou, dames en heren, we zijn in Luxemburg. Pascal helemaal blij. Ja, ik ook. Maar we hebben het wel overleefd. Op een of andere manier. Wat? Op een of andere manier, ja. Ja. Oh, de trein rijdt ook nog echt tering ver door. Het is ook hartstikke druk hier. Ja, het is de hoofdstad, hè? Ja, ik heb echt gekeken. En je bent Groninger. Experimenteel A. Oh. Ja, wel fijn als iedereen. Nou, we zijn in Luxemburg. Wat een feest. Daar zijn we, jongens, in Luxemburg. Hartstikke gezellig, mooi station. Wauw, ja, het station is wel ziek. Kijk hier. Het station is wel echt. Kijk hier, boven je. Ah. Ah. Moet Nederland wel voorbeeld aan nemen. Even nee, Utrecht is trouwens ook wel, maar. Kijk, helemaal glas. Ik stel voor, we gaan even een tram pakken naar het centrum, want het is allemaal gratis hier. Als het over openbaar vervoer gaat, is het een schuld. En we gaan gewoon. En dit is het station van Luxemburg, de vlaggen. En dit is de drukste. We gaan even naar de Mediamarkt. Maar we wilden eerst met de tram gaan, maar de tram die reed over een hele tijd en ik kan net zo goed gewoon lopen. Mooi dag, we zijn gewoon lekker lui, maar ja, we gaan gewoon lekker lopen. Ja, ja. Ik heb alleen nog geen elektrische step gezien, misschien hebben ze die hier toch niet. Ja, kan precies zo zijn. Oh ja, kijk, je hebt hier wel van die deelfietsen. Okay. Maar we gaan gewoon naar de Mediamarkt toe. En ik wil naar de supermarkt, want ik heb echt heel veel last van mijn keel. En ik wil drinken hebben, maar ik heb ook dorst. En we gaan zitten hier straks tot 3,5 uur in de trein naar Brussel. Dus ja, we moeten toch even wat drinken. Even in de Mediamarkt. Het is wel goedkoop, dus dat scheelt.
Tenminste, vergeleken in Nederland is het eten en alles voor de rest wel goedkoop. En hier hebben we het eten. Nu nog even wachten op de rest. Er zit nog iets te bestellen. Maar het goede McDonald's. Ze zei net gewoon tegen mij dat ik moest wachten. Als ik mijn eten op heb, dat ik dan gewoon mijn ijsje kon ophalen. Het is hier echt super goedkoop. Het eten was echt heel snel klaar. En het is gewoon compleet. Dus ik ben wel trots op deze McDonald's. Dus kijk gewoon. Het is wel een van de betere. En als laatste het ijsje. Dus het is helemaal compleet. Hey jongens. Zo lopen. Daar is Luxemburg stad. En dit is een heel groot ravijn met allemaal rotzooi en mooie huisjes. En een trein. En dan gaan we even hier boven een vliegtuig. Ik zie hem niet waar, maar ja. We gaan nu naar Luxemburg stad. Gaan we heel kort en daarna gaan we ons klaarmaken voor 3,5 uur treinreis naar Brussel. En hier de mooie kerk of zo. En dan gaan we hier zo boven. En daar heb je de brug. En kijk, daar heb je een kasteel. Op zich, dit is echt een... Luxemburg is echt een mooie stad. Mooi parkje. Mooi kasteeltje. Ja, ik moet wel toegeven, dit is wel echt top. Ik vind het echt een leuke stad. Dus ja, wij lopen nu hier midden in het centrum. En we gaan zo meteen naar de... naar de stad. En we kijken of we met de bus of met de tram terug kunnen. Want het is toch allemaal gratis, het maakt toch niet uit. En hier is de kerstmarkt. We willen zo even het centrum heen, dat is daar, want we zitten nu echt tegen het centrum aan. En dan gaan we zo gelijk door naar het station. Maar blijf nog even een kort loopje en dan gaan we door, denk ik. Dus ja, daar is het centrum en het is allemaal nieuw wat er voor de rest nog te doen is. En hier is het centrum. Daar heb je het. Het is een beetje druk, maar het is, daar heb je de kerstboom. Oh, het is een beetje. Maar het is wel gezellig, druk. Maar dit is het centrum. En voor de rest heb je nog meer een kerstmarkt. Nog een reuzenrad en een gebouw. Ik denk een gokhal is dat ongeveer, want ik zie het daar binnen zo. Tussen daar tussenin. Voor de rest het is hier hartstikke druk. Maar het ziet er wel heel vet uit. Zo'n standbeeld gewoon lekker stil te staan. Wat? Nee, ik weet niet. Maar... Oh, ik dacht, ja, gaat iets zeggen. Ja, hoe lang hebben we nog? 40 minuten ongeveer. Oh, oké. Okay. Nou, een half uurtje ongeveer. Ja, half uurtje ongeveer. Nou, dat was de kerstmarkt. Maar volgens mij lopen we nu wel zo de verkeerde kant op als we die kant op lopen. Ik denk dat een beetje die kant beter op kunnen, maar... Ja, eigenlijk wel. Ja, misschien een beetje die kant. Ja, die kant op, ja. Het is wel richting... Nou, dit is het mooie... Ja, weet niet wat het is. Even kijken, we hebben zo nog een kerk waar we nog even naartoe kunnen gaan. En hier hebben we, ja, dit is voor de rest centrum. Hele mooie plein van Luxemburg. En ik denk dat het zo ook gewoon tijd is om naar Brussel te gaan. Het is ook wel weer leuk geweest. Het is echt super leuk hier, leuke stad. Maar het is laat je niet heel veel tijd hebben, dus hier loopt ook wel minder lekker dan hier. Maar het is wel leuk. Nou, we zitten hier bij weer een ander mooi gebouw. En dit is een of andere bouwval. Het ziet er wel leuk uit. Kijk, dit is de, ja... Ik had de draal waar ik naartoe wou. Ga zo daarin en ik zit toch te twijfelen om toch nog even met opa voet te gaan. We zijn nog even met opa voet in de stad geweest. Het is toch gratis, dus ja. Maar ja, hier hebben we nog wat vlaggen. En dan gaan we zo. Nou, wacht op de bus. En dat is weer stom. Vertrekt over 2 minuten richting het station. En daar is de bus. Oh, alleen de achterdeur gaat. Oh, wat een ruzie. Ik zie hier gewoon boze mensen. Ja. Zo. Ja, hè. Gaan wij hier zitten? Ik ga even hier zitten. Oh, ja. En we zitten nu in de bus. We gaan nog even door Luxemburg een paar minuutjes. En dan gaan we zo richting Brussel. Nou, ik ga met je garage. Ik heb hier van zo'n poortjes voor de veiligheid. Tjus, ciao. Oké, we moeten die kant op, want hier is het station. Er staat alweer, net zoals Amsterdam Centraal, mega veel politie te wachten. Ja, iedereen loopt. En de laatste paar stappen in Luxemburg. Nou, we zijn weer op het Centraal Station.
van Brussel of van Luxemburg. We gaan naar Brussel toe. Kom door, ik ook. We moeten even kijken waar we naartoe gaan. Spoor 1. Brussel Midi moeten we heen. Het is hier weer gezellig druk. En hier is de trein. Het is weer zo'n snelle trein. Hopelijk hebben ze hier stopcontacten. Kan ik even mijn vlog editen? Want ik wil even mijn vlog editen, want morgen moet ik vroeg weg. En grappig. Pascal, wat zijn die mensen? Wat dan? En hier moet je niet in. Hierin. Hups. Oh, kijk, we kunnen gewoon privécoupé. Ik zei het toch? Alleen zijn alle privécoupés bezet. Dat is wel kut. Wacht, ik rij naar buiten. We hebben nog tijd. Daar kunnen we zo meteen nog in. Het ziet eruit dat het voor de eerste keer echt een hele drukke trein is. Je weet, kijk naar onze eigen coupé, want daar had je eigen coupé's. Ik dacht, misschien is dat hiervoor wel. Moet je even kijken. Ja, dan gaan we gewoon een beetje daar voorin, of aan de andere kant zitten. Dan kunnen we halverwege of zo daar naartoe. Ja. Ja, we hebben nog wel even, maar... Bonjour. Daar zijn we. Oké, ik ga hem wel vertellen dat deze wel vrij is. Oh nee, dit is ook... Kut. Want dit is ook wel bezet. Nou ja, we zien het wel. Dit is trouwens de eerste klas. Dit is wel prima. Goeie doorlopen. En we kunnen zo. Oops. Je hebt hier de wc's, maar die is dicht. Maar ik was net naar een andere wc gegaan. Dat is een hele kleine en die is wel vies. Deze is onbruikbaar. Dan heb je hier Pascal zitten. Zo. Het was weer te doen. We gaan zo met de trein naar Brussel. 3,5 uur in deze trein. Dus ik ga hem even klaarmaken en dan gaan we weer zitten. Ik heb alleen geen drinken, dus ik moet even kijken hoe we dat doen. Maar ja, dat zien we wel. En we zijn weer weg. Dag, Luxemburg. Wat een gezelligheid. Ja, dat was hem weer. Op naar Brussel. 3,5 uur in de trein. Dan is het ondertussen al wel wat donker, volgens mij. Dus het wordt leuk. Oké, dames en heren, ik heb net mijn vlog edit. Hier is hij. Ja, ik moest even wel snel wat editen en wat ik allemaal tot nu toe heb. Mijn stem is een beetje meer kapot gegaan, maar ik moet nog even wat drinken. Maar ik heb nog steeds niet gedronken. Net is er een conducteur naartoe gelopen. Hij heeft de tickets. Daar waren we net achter Arlen. Dat was 2 uur geleden of zo. Maar toen gaf ik hem. Op een gegeven moment zei hij met... Ja, de tickets tussen Luxemburg en België dan. En zei ik, ja, geen idee. Zei ik, ja, ik heb nagekeken bij de NS. En zij zei dat het niet hoefde. En het hoefde ook echt niet. Even een beetje raar bij hun. En nou ja, want het was ook zo. De ene zei van dat wel moest, de ander weer niet. En nou ja, het ging een beetje heen en weer. Maar op een gegeven moment zei die man met, nou ja, weet je wat. Je moet wel een ticket kopen. Dus ik heb een ticket gekocht voor €9,75. Helaas, maar ja. Het is slordig van hun. Maar ja, het was beter dan een hele boete. Maar ja, anders had ik het ook sowieso niet terecht gevonden. Want het was hun fout. Sowieso vond ik dit niet echt terecht. Maar ja, maakt niet uit.
We zitten gewoon in de trein weer terug. Het is ondertussen al donker geworden. Het is nu 6:10 en we zijn er over 1:10 in Brussel. Heel kort zijn, dan nog even kort naar Antwerpen. En dan gaan we weer terug. Dus het was leuk, het was echt geweldig. En dan gaan we weer terug. Oké, ondertussen is het al donker. We gaan even kort de trein in lopen. Het is ondertussen al de mooie lichtjes. We zijn al ingekomen. Automatisch de open deur. We rijden net weg uit Namur. En dat noemen we in Nederland namen. Dit is de eerste klas. Helemaal. Een vloerbedekking. Toch weet deze trein wel echt goed. 3,5 uur. Moet nog 1 uur trouwens. Dit zijn de wc's. Kort. Nou, hier weer een tweede klas coupé. Waar we weer eens doorheen lopen. En de komende 10 dus. Mooi joh, wat is dit? Veel mensen komen voor vakantie of zo. Hier een privé coupé. Werken mensen. Deze controleur. Nou, ik heb een klein beetje laten zien. Dus ik kan niet alles precies laten zien. Wat er zat en een controleur en er zaten mensen. Ik weet niet wat ze chill vinden als ik ze film. Even in een coupé, want ik weet niet wat ze aan het doen zijn. Maar de conducteur in deze trein vinden ons volgens mij niet helemaal leuk. Aangezien dat ik net ook al had gezegd met luisteraars. Dit is niet. Dit is wel apart dat jullie dit doen. Dus die conducteur vond me al niet zo leuk. Maar ja. Dus ik probeer me een beetje gedijst te houden in deze trein. Het moet toch nog 1 uur. Dus, maar ja, ik kan niet zeggen, maar nou, we gaan nu verder. Want anders, of we gaan nu nog verder irritant doen. Want anders kan het zo zijn dat hij zegt, maar je kik je eruit. Dus ja. Het is hier veel rustiger dan die andere coupé. Maar we zijn er weer. Nog even een uurtje en dan zijn we in Brussel. Oké, jongens, we gaan nu de Brusselse bodem op. Zo, we zijn in Brussel. Het gekke is, ze spreken hier met z'n allen weer Nederlands. We hebben al Nederlands gesproken. Kijk, ze spreken gewoon Nederlands. Het voelt gewoon weer helemaal top. Maar de conducteur spreekt geen Nederlands, wat bedoel dat is. What the fuck. Maar ja, we hebben even lekker geëdit, lekker gewerkt. Ik ga even wat eten halen en daarna of wat drinken vooral. Eten heb ik wel, drinken moet ik vooral hebben. En daarna gaan we weer door. Even naar het centrum in en dat is het. Voor mij is het ook even de eerste keer dat ik echt in Brussel ben. Dat is wel grappig. Maar we zijn op Brussel Centraal. Oké, wat een licht heb je hier. Hoi joh. Als goed kunnen we hier eruit, denk ik. Ik ben hier nog nooit geweest op dit station, dus geen idee. Maar ik neem gewoon de gonk. Oh, nee. Ik ga gewoon deze kant op. Het is Brussel, dus hij is gezellig. Druk. Vooral. Overleef je nog wat kan. Oh, we kunnen naar buiten. Grote markt. Het zal regenen nu, maar voor mij valt het weer wel mee. Ja. Wat een gezeik. Even naar de supermarkt, even naar hierin kijken. We gaan naar de grote markt. Wat over 10 minuten krijgen. We zijn heel snel Brussel pitstopje. En daarna gaan we gelijk naar de grote markt. Helaas zijn we er niet heel lang. Maar ik wou ook iets eerder weer het station in. Want de vorige keer wij kwamen echt met een heel Brussel Centraal uit. Dat was echt fucking druk. Dus ik wil ook even zorgen dat we goed weer het Brussel Centraal dan weer inkomen. Kunnen we nog 1 uurtje in Antwerpen uiterlijk zijn? Maar ja, misschien gaan we een trein eerder pakken, dus dan kunnen we een 1/2 uurtje in Antwerpen zijn. Maar dat zien we dan wel. Eén van die twee. Maar we zijn in ieder geval in Brussel. Het is super gezellig. Super leuke stad. En ze spreken weer voor een deel Nederlands en Frans, maar 5%. Dat is dan nog wel beter als eerst. Wat zei je? Best nog weg met Nederlands. Ja, inderdaad. Maar ik praat ook gewoon Nederlands tegen die mensen, ook gesprekken Frans, maakt me echt niet uit. Nou jongens, dan gaan we zo bij de metro. We willen nog een keer een dag, ja, volgens mij is dat metro. Oh, oké. Tenminste, dat denk ik wel.
Maar we willen nog een keer een dagje Brussel doen. Superleuk. Superleuke stad, gezellig mensen. En we willen het een keer overdag zien. Na al het mooie gezing en dit hele mooie plein, gaan we het Centraal Station weer in. Op naar Antwerpen. Jongens, dit is het Centraal Station weer. We vertrekken een trein later, 4 minuten, want dan kunnen we 7 minuten sneller in Antwerpen zijn. Heel raar, maar oké. Dan moeten we de trein in pakken richting Amsterdam. Oh, maar dat ziet er ook echt heel skeer uit. Dus ja, dit hebben we natuurlijk nog. En jongens, hier komt onze trein aan. Ik denk maar Gary richting Antwerpen en Essen. We moeten in Antwerpen, gaan we eruit. Gaat weer omlaag. Mogen ze Nederland ook hebben? Dat was leuk ook. Dit gaat ook veel makkelijker worden. Zo, in Nederland mogen ze nog wel wat leren van dit openbaar vervoer soms. Ik ben wel wat te spreken. Ja, sommigen niet in België, maar sommigen wel. Ik heb letterlijk voor dit drinken 1,10 euro betaald. Belachelijk, maar ja. We gaan nu richting Antwerpen. En we zijn in Antwerpen. Laatste bestemming van België voor vandaag. We moeten wel even naar boven. Maar het is een 3-4-delig station. Dus voordat wij hier boven zijn, natuurlijk nog wel even. Ik ben hier voor het laatst geweest februari. Dus superleuke stad. We willen nog even de stad in. En we gaan het wel zien. Maar Antwerpen is echt heel leuk. Daar gaat de trein. Roltrap 1. Omhoog. Gelijk eruit. Het is weer Nederlands. Nog een trein. Het is een heel groot station. En op de tweede verdieping. En nu helemaal dat stuk omhoog. Oeps. Als ik al ga weer rennen. Wow. Vorige keer was ik er in de middag. Kijk, rolt gewoon lekker door. Het is een luilakkenstand. En dan gaan we weer zo omhoog. En daar is het centrum van Antwerpen. Mooi jongens, John niet. Zo, kijk. Mooie bovenkant. Achterkant. Heel geweldig. Nou jongens. Ja, ga nooit en maar dan ook nooit in je leven stappen hier bij Lime. Ik heb geld betaald, maar die flikkers die laten mij gewoon die step gewoon payment disabled. Ik heb er weet niet hoeveel geld nu aan ingelegd. Doe het gewoon niet. Doe het gewoon niet. We mogen gewoon met z'n drieën even een elektrische step tocht doen. Ik snap dat je wat geld nodig hebt. Maar als je onderhand al 60 euro onderhand al wilt betalen, tenminste ik heb het gewoon apart op een aparte bankrekening gezet, want daarop werkt het alleen op een of andere manier, ja dan ben ik er ook gewoon echt klaar mee. Dus nooit, nooit een step via line. Het heeft gewoon echt voor geen meter gewerkt. Dit gaat echt, ik moet allemaal geld terugkrijgen, dus dat gaat sowieso nog wel gebeuren. We wouden gewoon even Antwerpen door, we dachten leuk, fun. Ik laat hun Antwerpen zien, maar ja. Ik kan echt wel janken om dit. Ik dacht, we gaan even iets heel leuks doen. Maar ja, de vorige... We hebben dit ook in Luik gehad de hele tijd met die stepjes. Maar ja, we gaan... We kijken wel. We zijn hier nu, in Antwerpen. Superleuk. Tussen ons is het sowieso hartstikke leuk nog. En ik vind het hartstikke gezellig. Maar... Alleen die stepjes zijn gewoon kut. Maar we gaan nu zo naar Nederland toe, want we pakken de laatste trein, want anders kunnen we niet meer thuis komen vanavond. Dus dat is het. Nou, we zijn op Antwerpen Centraal. Dan gaan we officieel dit mooie België weer verlaten. Nou, was hem weer.
buiten de stepjes was het voor de rest hartstikke leuk. Helaas hebben we niet open Antwerpen gezien, maar we gaan binnenkort nog een keer met z'n allen Antwerpen. We moeten nu naar beneden, naar spoor 22. Maar ja, dus we gaan weer een heel stuk naar beneden in het mooie, hele hoge, grote station. Ja, het is voor de rest wel echt mooi. Ik raad Antwerpen sowieso wel aan, maar ik ga niet aan met lang gaan stoppen. Dat werkt gewoon niet. Ik vind het echt heel jammer hoe het is gebeurd, maar ja. Prima. Net als die boete. We moeten straks weer een heel klein stukje fout. Dus ik ben weer zenuwachtig wat het lukt. Maar anders, de NS die had officieel... Het is wel grappig, want de NS die zal niet sturen. Zodat ik wel gewoon kon reizen met deze trein. Maar ze hebben dat niet gestuurd. Ik heb ze gisteren gebeld en ze kan toch misschien wel. Maar ja, ik weet niet wat ik wel eens spoorweg ben in ieder geval zeggen. Omdat je in twee landen bent. Maar ja. We gaan helemaal naar beneden. En dan moet hier ergens zijn. Nou, de laatste trein. De internationale NS in Antwerpen. Wie heeft dat gedacht? Oh, hij is wel paas. In Antwerpen de NS trein. Het ja, nou ja. Daar gaan we. NS-conducteur, hartstikke gezellig. Zo, wat zitten ze hier voor te kruipen? Gezellig. Ik heb toch geen haast, mevrouw. Gewoon een beetje, maar niet zo sociaal doen erbij. Oké, we gaan hier zitten. Prima. Drie plekjes. Ja, we kunnen hier met z'n drieën zitten. Nou, we zitten in de trein, de laatste trein. Of nou ja, de ene laatste trein. We gaan hier naar Rotterdam. En als we in Rotterdam zijn, dan... ja, maar het is wel heel gezellig hier. Allemaal drukte. Mensen moeten staan. Gezellig. Gaan we nog verder doen? Ja, ik denk niet dat we nog vroeger. Ik vraag me af hoe we dat in Breda doen. Maar ja, de conducteur komt anders toch niet. Dus anders blijft tot Rotterdam zitten, toch? Vind je dat heel zeker? Ja, hij moet wel hieruit komen als hij zo in Breda zo druk blijft. Ja, bijna in de verkeerde trein. We moeten even kijken. We hebben het er wel over. Nou, dit was België. Hierna zijn we in Breda. Volgende half. Oh, nog even controleren, maar dat was het. Nou, nu. Een beetje zwart. Kom goed. Nou jongens, we zijn in Nederland. Officieel. Nog een paar minuten en zijn in Breda. Gewoon overstappen. Oké, okay, mijn stem is afgebroken. Ik probeer het best te doen. Maar, we zijn nu in Breda. We stappen even over, check in. Dan reizen we weer in de Concorde. Oké, we moeten checken. En we moeten daarna voor 7. Nou, op naar boven. We zijn in Breda. En de trein vertrekt zo. Ze lopen gewoon heel hard door, maar ja. We hebben gewoon de tijd. Want de trein is nog niet eens. Dus ja. En we zijn in de trein. Ene laatste. Doei, goals. We gaan zo door. We zijn in Rotterdam. Rotje Knor. We liepen Rotje Knor. Ja. We gaan heen. We hebben even overstaptijd tot 10:55. Nou, nog een kwartier overstappen. Wacht hier. Spoor 4.
Dit is de trein van waar we uit Antwerpen zaten. En hier moeten we zo in. Lachen. Kijk, we gaan die kant op. Leuk. Oké, jongens. Ik fluister even, want mijn stem is kapot. Sorry. Maar hier komt de trein aan. Het is echt kut. Dit. Maar gelukkig was de rest van de dag nog wel goed. Daar komt de trein aan. Deze gaat rechtstreeks naar Hoogeveen. Nou, dames en heren, ik heb een beetje mijn stem weer terug. Ik ga beter fluisteren, denk ik. Dat is wat ik ook. Want ik... Nee, lukt echt niet, sorry. Sinds Antwerpen ben ik helaas mijn stem verloren. Ik ga zo slapen. Hoop dat hij morgen terug is. Ik vond het heel erg bizar, deze vlog te maken. Het duurde ook wel even. Deze vlog, maar we hebben heel veel bizarre dingen gedaan. Zou ik dit ooit weer doen? Geen, denk ik niet. Het is niet om aan te gaan om in de dag naar Luxemburg te gaan. Maar dat is nu grappig. Als je nog ideeën hebt waar ik een dag in moet gaan, laat even weten in de reacties. Abonneer even op de kanaal, volg op Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat en TikTok. Druk even op belletje, laat even een reactie weten. Wat je van of de rest wel doen. En hoe lang we dan in Luxemburg moeten blijven. Ik vond het leuk, ik hoop jullie ook. En ik wens, ik ga zo lekker slapen. Het is echt gewoon al bijna 2 uur s'nachts. Vlog en gaan slapen. Morgen moet ik weer vol met uit om 8 uur. En dan zeg ik, later.